En ja, hier is de vloer in de ijssalon. Ja, het is toch nog wel een klus. Maar hier, ja, hier, kijk, hier kun je zien. En toen had ik hem een stukje bief gegeven en daar ruikt hij nou, denk ik. Een ingewikkelde dag. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkers. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En ik wilde eigenlijk eventjes vloggen dat ik binnenkwam, hoe dat het eruit zag. Maar daar heb ik hem niet meer aan gedacht, want ik ben gewoon gelijk begonnen. En ja, hier is de vloer in de ijssalon. Een kapot pitbakje heb ik erbij gezet. Zoals je ziet, is, kijk, het was helemaal zo gescheurd. Er zit een tegellaag onder. En die is omhoog gekomen. En die heeft nu de tegels allemaal omhoog gegooid. En ik ben aan het ruimen en aan het slopen geweest. En alles leeggeruimd. De vitrine moet nog van zijn plek. En verder hier is alles weg. Alle theebakken. En de koeker moet ook nog los. Had ik niet er een juiste gereedschap voor. En hier staat eigenlijk alles een beetje wat goed is. Wat hier blijft. De bus is al geweest. Daar heb ik alle spulletjes mee meegegeven. En ja, het is toch nog wel een klus. Maar hier, ja, hier, kijk, hier kun je zien. De tegelvloer hieronder. Geen vocht. Dus ja, ik weet het niet. Nou is ook, het is hier 8 jaar oud. En als je dan kijkt, ja, het is horeca. Hier. In dit kastje bijvoorbeeld. Ik heb het nou kapot getrokken. Maar het is ook helemaal. Ja, het is allemaal. Het is gewoon op ook. Ja, dat. Het is nodig. Kijk, als je hier zo kijkt, hier stond de vaatwasser. Ja, dat is allemaal. Ja, kan allemaal niet meer. Dus zo heel erg is het ook niet. Dat nu gebeurt, we willen het volgend jaar doen. Even oppassen waar ik loop. Ik ben vandaag om 4 uur begonnen en het is alweer 1 uur, dus ik ga even een dutje doen en dan, dan komt de rest van de dag. Ja, ik heb een kaartje nog. Oh, nou, ik heb nu mijn kleren aan. Het is avond, wij gaan uit eten en iedereen eet maar, die maakt zijn eigen gerechtje, want het is allemaal sport. Sport, zwemles, hockey. Ja, die ga ik zo halen. Ik ben daar binnen een minuut. Oh ja. Ga je mijn bril opzetten? Zet ze op! Ik ben echt op een raar iemand. Ik wil niets anders zeggen, maar. Nee, dat is best goed. Ik heb nog die. Dat je best leuk? Dat ik. Nee, ja, dat ik ook. Echt wel? Met die grote ogen. Dus dat je heel leuk, kijk eens. Nee, dat niet. Ik vind het wel. Ziet er. Ja, het staat niet verkeerd, maar zonder iets leuk. Ja, inderdaad. Wat doe jij nou? Ja, die hond die staat te schooien. Weet je hoe dat komt? Gisteren had ik een carpaccio gemaakt. En toen had ik hem een stukje bief gegeven. En daar ruikt hij nou, denk ik. Dus je moet hem dat niet geven. Maar ik, als ik sta te koken, staat hij altijd bij mij. Want ik kruimel altijd wel. En dat vindt hij lekker. Papa, heb je niet meer van die andere saus? Dat is de pinsa saus. Oh, die mayonaise saus. Die staat nog in de bakvlekskeuken. Ja, maar daar is tomatensaus in gaan, dus ik weet niet of dat misschien. Nee, dat is van gisteren, dus dat maakt niet uit. Het is daar koud. Dus, ja? Kijk, het pinza verhaal speelt natuurlijk nog steeds. Pinza Romana. Ik zeg het niet helemaal goed, staat wel eens in de reacties, maar. Waar moet je hier van vandaag ook. Met ananas. Je zegt wel, dat is een Italische gut zo. Pinza. Pinza, pinza. Ja, ik hoor nog steeds van alles. En het wordt echt steeds mooier. Ik heb nu met echte Italiaanse bloem besteld bij de groothandel. En ze hebben echt al een beetje zo die luchtbel erin. En het enige is, onze oven in de bakkerij, die kan niet zo hoog. Die moet eigenlijk mega warm. Het is heel slap deeg, dus dan gaat dat vocht gaat die grote bellen geven. En dan krijg je hem nog luchtiger. Dus dan moet ik nog. We gaan natuurlijk wel in de bakkerij de oven een beetje verbouwen en zo. En dan hoop ik dat de elektrische oven die tank komt hoog kan. Want ik denk dat in de oven in Halster wel kan. Want die oven kan echt heel hoog. En dan, ja, dan knettert dat mooi omhoog. Eigenlijk moet je pizza oven hebben. En pizza oven die kan echt tot 350, 400 graden. En dan krijg je juist daar echt. Pinza, pinza,
Ja, wie? Louis! Hey! Ja, die blijft daar nou staan. Ja, snap ik. Zou ik ook doen. Ik denk trouwens een stukje aubergine of zo. Dat eet hij ook. Eet ook fruit en zo en alles. Nee, paprika. Ja, eet hij ook. Augurken. Druiven! Nee, dat mag je niet. Oh! Nee. Ik heb niet stuk. Snap ik. Bye bye. Succes. Doei. Wij zijn in Bernhout bij Café de Bocht. En dat is helemaal verbouwd. En daar zijn wij al best vaak geweest. Daar hebben we ook met een huis vol toen zijn we geweest te eten. Ja. Maar we gaan nu met Karin en Mariska. En we hebben een lekker tasje mee met paaseitje en worstenbroodjes en kaneelcake. Ja, lievelingsrestaurant van de kinderen. Ze hebben verbouwd en ja, misschien komt de eigenaar wel en dan zegt hij, laat het zien. Anders dan laat het niet zien, misschien laat het wel zien. Ja. Hij is altijd heel enthousiast, de vader van hier van de eigenaar. Die heeft de slagerij gehad en die is er heel vaak. En hij wilde heel graag bij ons worstenbrood gehakt leveren, maar dat is natuurlijk niet gelukt. Omdat ons worstenbrood gehakt was steviger, zeg maar. En dat van hem was met het maken was helemaal niet fijn. De smaak was goed. Nou, je had er niet zo last van, maar de andere bakkers die. Nee, ik had er ook last. Ja, we hadden toen dan de slager wel altijd bij zitten. En dat van hem. En dat van hem dat bleef te staan in de koel zelfs. We maken altijd eerst van waar we altijd het gehakt van hebben, van Havermans dan. Pakten ze als eerste, want dat maakte fijner. Dat was wat steviger. Dat is echt een eigenlijk genoeg. Ja. Het zit al goed voor ons, zie ik. Het is heel druk, ja. Oh ja, ook hier buiten. Ja. Nou, we gaan kijken naar de veranderingen. We zijn op de terugweg van een gezellig etentje. En het was wel heel grappig. Want we hebben natuurlijk vrienden die daar in die plaats wonen. En wij stappen binnen in het restaurant en zij zitten daar voor een feestje. Dus het was hartstikke gezellig. Even samen een drankje gedronken. Nou, wij waren te laat, maar we zijn eigenlijk altijd te laat. Waar we mee waren toch later. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Meestal zijn wij de laatste. Dus het gaf wel even de mogelijkheid om even nog even wat bij te kletsen daar. En het was hartstikke gezellig. Weer lekker bij kunnen kletsen. Nou, dat is altijd wat fijn. En thuis. En ons bedje in. Morgen is weer een lange dag. Voor jou in ieder geval. Geen lange dag, maar een intense dag. Ja, dus je kon morgen de bouwcontainer brengen. Dus kunnen de eerste tegeltjes kunnen erop. Ja, zou dat een hele ding zijn? Zou het een hele container? Het is alleen de voorkant, toch? Dus heel snel heel veel. Ik heb hulp ingeschakeld. Bart komt helpen. Ja, en dan zie ik wel. Hij is wazig. Ik ga er ook donder op. Jawel, jouw handen zijn scherp en jouw gezicht is wazig. Ik kreeg die opmerking al een paar keer in de vlog dat het scherp en wazig was. Daarom dacht ik, ik ga ze even checken. Ik zie wel wat ze bedoelen. Maar ik weet het niet. Nou is het weer goed. Ik weet niet. Nee. Dus nou ja, morgen misschien dat ik eventjes met de kinderen nog naar Roosdaal kom rijden. Nou ja, eigenlijk hoop ik jou wel. Dat jij morgen gewoon uit school even langs Roosdaal komt. Dan kunnen we ook even bespreken wat mijn idee is, wat jouw idee is. Ja, Marlies zei al, mag ik dan mee en gaan we dan eens lunchen? Ja, en, dat vind ik ook niet erg, moet even eten. En Junior zei, mag ik wel afspreken? Ik zei, dat kan, maar dan niet bij ons, dan moet je bij iemand anders. Want mama rijdt dan waarschijnlijk even naar Roosendaal toe. Nou, staat dat vast dus vanmorgen? Nu vastgelegd op camera? Nee, waarschijnlijk, zei ik. Nee, ik denk dat ik even kom, maar morgen, ik heb ook nog best wel werk. Maar kom gewoon als je de kinderen uit school haalt. Ja, maar ik heb straks ook een afspraak staan, dus ik moet tussendoor dan werken. En ik, maar ik heb donderdag en vrijdag. Dus ook nog. Komt goed. Ik ben toch heel de week in Roosdaal, wees me niet bang. Ja. Dat is altijd fijn. Als Jan veel werkt, dan werk ik ook meer. Want als hij thuis is, dan is het vaak, zullen we dit gaan doen, zullen we daar naartoe gaan, of zullen we dat gaan, nog even een hapje eten. En dan zeg ik natuurlijk geen nee. Of ik moet echt niet weg kunnen van het werk. Of ik pak het s'avonds op of op een ander tijdstip. Maar nu, als Jan dan veel aan het werk is, is het voor mij ideaal. Want dan ben ik echt helemaal bij. Dat is zo fijn. Dus zorg maar dat je bij bent dan. Ja, ik ga proberen bij te zijn. Nee, ik ben ver bij. Het gaat goed.
Dat komt ook omdat het seizoen weer gaat beginnen. Dus ik ben heel veel bezig geweest met nieuwe mensen aannemen. Ja, dat is echt heel veel werk. Heel veel oproepkrachten, alle nieuwe contracten gemaakt en noem maar op. Maar het grootste gedeelte is al voorbij, dus het ergste werk zit er alweer op. We rijden nu door Rukven. 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 En dat is wel grappig, want voor heel veel Nederlanders is dat dan net als Stamperschat, maar ook bij ons in de buurt. Een gekke gemeentenaam. Ja. We hadden vrienden van boven de rivieren. Dat hebben we nog steeds, maar we zien ze niet zo vaak meer. En als die dan naar ons kwamen, die zeiden toen een keer, als we dan voorbij afslag Stamperschat rijden, moeten wij altijd lachen. En we hadden echt zoiets, ja, waarom dan? Want wij zijn natuurlijk hier in deze regio geboren. En nooit over die naam gedacht, want je kent dat als kind Stamperschat en dat is dat dorpje. Maar ja, als je dan door gaat denken op zo'n naam, dan snap ik het wel. Stamperschat. Nou, het niveau daalt weer, dus weer tijd om af te sluiten. Er komt de gemeente Rukven. Ja, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Adieu.